Hoi allemaal, mijn naam is Thierry Brinkman. Ik ben speler van HC Bloemendaal en van Jong Oranje. En ik heb deze week de playercamp van Hockey.nl in handen. We gaan er een mooie week van maken. Dames en heren, welkom op de Rietwijker. Hier zien wij Daniel Aerts, een van mijn drie huisgenoten. Ook wel Max Verstappen genoemd. Het is een zeer goede Formule 1 speler. We hebben hier Formule 1 spel voor op de PlayStation 4. Als je iets over Formule 1 wil weten, vraag Daniel Aerts. Hij weet alles. Het is vrijdagavond. Laatste training van de week. Voor de topper tegen Kampong. Daar zien we Jort Beekman samen met Daniel Aerts. Onze squad voor de autorit van vanavond. We zitten in de auto. AKA het blokje. De grasmaaier. Nou, daar zijn we dan. Vrijdagavond training op Bloemendaal. De mannen hebben de rit overleefd. Ze zijn klaar om te trainen, toch Beeks? Ik heb er zin in. Heb je zin in Beeks? Ik kan echt niet wachten. Lekker ouwe. Vrijdagavond, 0 graden. Matig gepookt hier is, of niet? Het ding is gewoon uit. Wat een spin! Capitano, hoe is je dan? Goed. Lekker, wat heb je vandaag gedaan? Mooi. Degelijk. Ik heb wat bereid gekocht. Mooi. Ik heb Jennis geluncht. Jennis? Wat gezellig. Hey, lintje. Lekker boys. Meeting room. Hey Tjer, wat zijn we aan het doen? We zijn de opwas aan het doen. Vrijdagavondpotje, training. Helaas verloren en dus aflossen. Hij heeft weer verloren. Maar zondag gaan we zondag doen. Zondag gaan we zeker komen, toch? Zondag gaan we zeker komen. Zondag gaan we verliezen van de winnen. Zaterdagavond. We zitten in de wagen naar Heemstede, want we gaan lasagne eten bij de ma van Maurits Visser, keeper van Den Bosch Heerenveen, Basie. Wat heb jij vandaag allemaal gedaan deze zaterdag? Ja, ik heb eigenlijk niet zo heel veel uitgevoerd. Ik heb lekker met Daniel op de bank gelegen en dat is het eigenlijk wel. Deze man is eigenlijk veel te slim, want die heeft gewoon zijn geneeskundestudie al gefixt. En die kan lekker op de zaterdagen nu chillen om op zondag scherp te zijn. En morgen gaat hij tegen Tilburg gaat hij knallen. Ik heb vandaag de hele dag in de piep gezeten en geleerd voor mijn tentamen, want ik ben nog niet zo heel ver met mijn studie, dus verschil moet er zijn. En lasagne eten, maar waarom? Lasagne eten, dat is het geheim achter het succes van Bloemendaal aan Den Bosch. Nou, ik kan het overdreven. Mooi hoor. Maar de afgelopen weken eten we op zaterdagavond lasagne. Mooi. Goedemorgen allemaal. Het is zondagochtend. Prachtige dag, het zonnetje schijnt. Perfect weertje om te knallen vandaag tegen Kampong, want om 2:45 speel ik tegen mijn oude team, Kampong Bloemendaal, mooi potje. Voordat we dat gaan doen, ga ik altijd op zondag ga ik even heerlijk loslopen in het Vondelpark. Een beetje rekken strekken, muziekje in, lekker ontspannen. Zodat ik met een goed gevoel de wedstrijd ga. Dat gaan we nu even doen. Netjes. Goud. Floris Wortelboer. Wie is deze kast? Joel Peupers. Kijk hem gaan. Maat. Kom maar. Maar hij doet het wel. Ja. Maar nou, roteer. Roteer. Ja. Tukken niet in Papendal dit weekend, maar hotel de Bilderberg. We zijn nu onderweg naar de maximaaltest. Dus dat wordt wel even aanpoten. Hey Balk, heb je er zin in of niet? Lekker, goed naar de kloten. Balk, succes jongen. Ja, dankjewel jongen. Zo. Moeten krabben.
is dit? Wijzing! Hebben jullie zo'n krabber? Kijk eens, ja, kom eens. We hebben de krabber op die vooruit. We hebben hier geen hol. Hij is aan de krabber. Hij is een fucking slecht aan. Even krabben. Krabben. Hey boys, kom eens hier. Nou, echt hoor. Gaan we weten. Is het speciaal techniek of niet? Nee, dit gaat beter, dit gaat beter. Ah, ik wil het pakken. 5 en 4. Wow! Buiten en een zuid. Ik heb het niet verteld. Yes, there you go. Strakke houding, blijf in deze positie staan. En dan neem ik de tijd op, maximaal 2 minuten. Dat is, dan scoor je een 5. En korter, dan wordt het minder. Ready? Go! Jerry, ik heb nog iets voor je. Ik heb hem nog aanstaan ook. Toepje verloren! Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Voor mij de laatste dag met de playercam. Vandaag ga ik even langs bij mijn broertje Tim. Die is namelijk bij het... bij de KNVB het herstellen van zijn kruisbandblessure. Dus we gaan even kijken hoe het met hem gaat. Hey Tim. Groetje. Lekker man, gaat best goed dus. Mark-Jan Flederen is ook even op Brinkman TV. Volledig aan het herstellen van zijn blessure. Ziet er al heel goed uit. Hashtag comeback stronger. Ja, waar lopen we nu heen? Hier doen we allemaal testen. Hoe je spierkracht is, je balans, evenwicht, allemaal dat soort shit. En dan uiteindelijk daar weer het veld op. Ja. Probeer die bal er nu wel in te gooien. Precies, ja. Nou, mijn week met de playercam zit erop. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en ik zie jullie allemaal snel langs het veld. Hoi hoi.